Bastiaan Ragas heeft weinig vertrouwen in het idee om Duncan Laurence in te schakelen als presentator voor het Eurovisie Songfestival in Nederland. Zijn reactie op het voorstel is duidelijk en resoluut: nee. Met de Nederlandse inzending Joost Klein, die het goed doet bij de boekmakers, lijkt het niet uitgesloten dat het Eurovisie Songfestival dit jaar naar Nederland komt. In dat geval rijst de vraag wie de presentatoren zullen zijn. Kiezen we voor de ervaren Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit, of geven we oud-winnaar Duncan Laurence een kans? Duncan zelf lijkt enthousiast over de mogelijkheid. In een interview met het AD laat hij weten dat hij zich graag aanmeldt als presentator als Joost Klein wint. Met een knipoog voegt hij eraan toe: kan ik mijn zogenaamde Engelse accent een keertje goed gebruiken, en ik spreek ook nog een klein woordje Frans. Hoewel Duncan vertrouwen heeft in Joost Klein, de Nederlandse inzending, denkt Bastiaan Ragas daar anders over. Hij vindt het leuk dat Duncan enthousiast is, maar met een sarcastische ondertoon merkt hij op dat het wellicht niet de beste keuze is, vooral na het debacle van vorig jaar. Bastiaans cynische reactie wordt gedeeld door Guido den Aantrekker, de baas van Story. Hij noemt het idee van Duncan als presentator onzalig en uit zijn ongenoegen over wat hij ziet als de zelfoverschatting van dit zwakke broedertje. Desondanks lijkt de kans klein dat Duncan daadwerkelijk wordt geselecteerd, gezien zijn bekendheid met paniekaanvallen en neiging om zich op het laatste moment terug te trekken. De discussie over de potentiële presentator zorgt voor de nodige opschudding en verdeeldheid in de media.